What would I do without your smart mouth? You're drawing me in and you're kicking me out. I got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. I got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Als een heel enthousiast koor dat graag de grenzen verlegt. Tenminste, de dirigent wil dat wel graag. En ik merk dat zij zitten er meestal even tegen aan tikken. Zo van, wat moeten we nu doen? Maar uiteindelijk lukt het wel altijd. Dus we zoeken de grenzen op van wat we kunnen en misschien niet kunnen. Zo omschrijft Remco Broester popkoor Just for Fun. Het koor bestaat dit jaar 20 jaar. Dat is tamelijk lang voor een koor. En daar heeft Remco wel een verklaring voor. Ja, over het algemeen merk je dat er op een gegeven moment een punt van verzadiging komt bij koren. En daarom vind ik het ook belangrijk dat we ons steeds doorontwikkelen. En ook elke keer met nieuwe elementen komen in onze theatershow. Zodat het publiek ook elke keer wat wordt verrast als ze komen. Want dat houdt ons levend en scherp en zorgt er ook voor dat het publiek blijft komen. Het repertoire van het koor is zeer afwisselend. Nou, het zijn popsongs en heel gevarieerd vanaf de jaren 50 tot en met de hedendaagse tijd. En ik probeer altijd uit elk decennium een song te pakken. Dat lukt niet altijd. Maar je kunt wel zeggen dat we de hele range bestrijken. Yeah, you really got me. Yeah, you really got me down. Zing even alleen de dames. Zing even alleen yeah. En de regel die daarna komt niet. Alleen maar yeah. Even kort. Ja? Yeah. 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 Op de repetities gaat het er altijd heel gezellig aan toe. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel een van onze sterkste punten, denk ik. Dat vind ik ook het allerbelangrijkste. Als het gezellig is binnen een koor, dan komt de rest vanzelf. Sta je ook stabieler? Dit is gewoon de draad. Ja, dus. Ja. Link. En nog een keer. We beginnen dus een rechterbeen, linkerarm. Als je natuurlijk loopt. Zo loop je. Tijdens een optreden van Just for Fun wordt er niet alleen gezongen, maar ook gedanst. Ik vind het heel belangrijk en wij met z'n allen vinden dat belangrijk dat het publiek ook niet alleen met de oren iets beleeft, maar ook met de ogen. Er moet ook iets te zien zijn. En helemaal als we de intentie van het nummer, wat we vertolken, ook
pakken door middel van beweging, dan komt het nog krachtiger over. En zoals je vanavond zag, hebben wij daar ook af en toe begeleiding bij. Echt een choreograaf eigenlijk, hè? Ja, ja. Nou, wij zijn niet zo dat we echte pasjes voorschrijven. Soms wel. We hebben ooit een nummer van de Four Tops gehad. En ja, dat wilden we doen zoals de oorspronkelijke Four Tops dat ook deden. En dat is even zweten, maar het zag er fantastisch uit. En het publiek ging helemaal uit zijn dak. In de 20 jaar van het bestaan van het koor zijn er verschillende hoogtepunten geweest. Nou, ik vind toch, als ik hoogtepunten moet noemen, dat zijn onze theaterconcerten. Want daar werk je 3 jaar lang naartoe. En als dat geweest is, dan is het kicken en, en de mensen zijn enthousiast. Ja, dan is er sprake van een hoogtepunt. En verder hebben we tussendoor ook kleine optredens. Doen we ook mee aan popkorenfestivals. En dan worden we ook af en toe beoordeeld door een jury. En daar zijn we vorig jaar in Hengelo heel goed uitgekomen met een rapport. Met ook verbeterpunten, maar we hebben een goede basis. Regelmatig treedt het koor op samen met andere artiesten, zoals op het jubileumconcert van 30 september samen met de liveband Appelmoes en bluegrassband De Strootklinkers. Ik vind het altijd leuk om, als je met een andere artiest of met een ander koor of met een ander groepje optreedt, dat je ook dingen samen doet. Over het algemeen zeg ik muziek verbroedert. En zeker op zulke momenten.